Hier ben ik bezig met veldwerk. Ik voer veel gesprekken met Nederlandse jongeren met een Ghanese achtergrond in Den Haag. En ik loop met ze mee in hun dagelijks leven. Ook ga ik met ze mee op reis naar Ghana. Ik kijk naar de transnationale ervaringen van Nederlands-Ghanese jongeren in Den Haag. Veel jongeren zijn onderdeel van families die verspreid wonen over verschillende landen. En in de context van mijn onderzoek gaat het in het bijzonder om Nederland, waar zij wonen, en Ghana. Dus het land waar zij zelf of hun ouders geboren zijn. Mijn onderzoek is onderdeel van een internationaal project genaamd MoTrail. Dit staat voor Mobility Trajectories of Young Lives. En wij proberen te begrijpen hoe de levens van jongeren van Ghanese afkomst in Nederland, België, Duitsland en Ghana gevormd worden door internationale mobiliteit. Sommige jongeren reizen naar Ghana om familie te bezoeken, anderen voor studie, stage of werk. En wat ik onderzoek is hoe jongeren het ervaren om op te groeien met connecties met Ghana. En specifiek hoe dit hun schoolervaring en keuzes na school beïnvloedt. En hiervoor luister ik naar de verhalen van jongeren over hun reizen van en naar Ghana, relaties met familie en vrienden, school en ook hun toekomstplannen. Ik weet echt waar ik het voor doe, omdat ik op academisch vlak een belangrijke bijdrage kan leveren. Omdat er zo weinig bekend is over de reizen die jongeren maken en hun verhuizingen naar een ander land. En ook merk ik dat er een overwegend negatief beeld heerst over mensen met een zogeheten migratieachtergrond in maatschappelijk debat. Dus ik hoop dat ik meer nuance kan aanbrengen in die beeldvorming. Het onderwerp komt best wel dichtbij, omdat ik me in een bepaald opzicht kan herkennen in de verhalen van de deelnemers met wie ik spreek. Vanwege mijn Ghanese achtergrond, mijn vader is namelijk Ghanese, en ook door mijn ervaringen in het Nederlands onderwijssysteem. En ik denk dat ik me daardoor meer gemotiveerd voel om de obstakels waar jongeren tegenaan lopen aan het licht te brengen. Maar ook juist de mogelijkheden die ze hebben vanwege hun internationale ervaringen. Faces of Science.